Kom aan, Evelien, schikken hè, jong. Kom aan, Evelien, die gaat goed. Kom maar, ja. Plakken hè? Plakken hè? Kom maar, even vriend, als hier nog niks verkocht heeft, die eerste plutsen. Kom maar hè? Dat verschil met 1 en 2 wordt niet groter, hè. Kom aan, hè. Kom aan, hè. Blijf bijten, hè. Kom aan, hè. Laatste ronde, hè. Kom aan, joh. Kom aan, hè. Kom aan, hè. Kom aan, hè. Kom aan, joh. De rest is ook aan het doodvallen, hè, daar vooraan. Kom aan, hè. Ja, maar blijf gaan, hè. Dat is het podium, hè. Kom aan, hè. 15 meter. Kom aan. Kom aan. Dus op de derde plaats hebben we Evelien de Haas van Hulshout. Proficiat Evelien. Zij krijgt onze medaille omgehangen door burgemeester Luc de Boek, burgemeester van Borden. Dan op de tweede plaats hebben we de Kupperen van Tine. Sterk, jongen, dan. Ja, Kathleen de Kupper was het. Gelukkig dan terug aan het eikomen. En tenslotte... Tegen de bezinde training. Oh, wel, jongen. Winnares van de wedstrijd vandaag. Ellen van Lijsbetten van AC Waasland. Ik stel me dat je is wacht. Krijgt de medaille omgangen voor op het podium te gaan. Origineel. Ja, kan ik er ooit niet aan. Dus proficiat Helen en proficiat dames. Ja, dat dacht ik wel. Ja. En ook de grootste vlak erbij, waar we de vier op zijn, dat zijn zo'n snelle mama hebben. Snelle mama, hè? Dat heeft nog niet gedaan, even blijven staan, Helen. Want er kwam nog een speciale beker. Deze beker wordt gegeven door de graaf. Marnik de Sint-Andegonde, dat is de erevoorzitter van Sparta Bordeaux. Dus een beker voor de winnares. Proficiat. Ja.